Goed, van tweet naar lead hier op de Groentechniek, het Groentechniek evenement Walibi, Groentechniek Holland. Bij Van Waal en de banden of de speciale uitgevoerde machines vallen direct uit. Direct op. Met wie heb ik het genoegen? Van der Waal uit Ridderkerk, Van der Waal Junior spreekt u mee. Dank u. Of ziet u? Vertelt u eens, u heeft hier een heel speciaal wieltje ontworpen. Ja, wij hebben zelf niet ontworpen. Wij importeren deze machine uit Duitsland. Ja. Het is een speciale talutmaaier, ook radiografisch bediend. Hele steile hellingen aan, kunt volledig betrouwbaar op zijn besturing. Ja. De machine is ontwikkeld vol hydraulisch. Benzinemotor voor een laag zwaartepunt, laag gewicht. Diverse soorten werktuigen en we kunnen tot schuine hellingen tot 65 graden. Wat is nu het grote verschil tussen een rupsband of een normale luchtgepompte band en deze talutbanden zoals u dat noemt? Een luchtband, die heeft uiteraard te weinig tractie waardoor het naar beneden glijdt van de helling af. Een rupsband is smal en lang, langs de talut af glijdt ook naar beneden. Ja, ja, ja. Wij zoeken het in de breedte. We hebben 3 rijen nopwielen, 4 rijen nopwielen, 5 rijen nopwielen. Waardoor we breder gaan, waardoor we heel makkelijk langs talut blijven draaien. En taluten zijn langs snelwegen en dergelijke, dat heb ik goed, hè? Op- en afritten, dijken. Ja, 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 ja. Maar ook natuurgebieden waar we maaien, aha, waar we de machines ook verkopen. Waardoor dat je meer een lage druk op de bodem kan blijven rijden. Dus het is ook nog eens milieubewust. Ja. En daarnaast zei u dat die ook radiografisch bestuurbaar is. Ja. Dat is natuurlijk, want je kunt niet als iemand achter zo'n ding op een scheve talut. Nee, de Arbo die leent zijn eigenlijk daar niet toe. Dus daarom vroeger werd het gedaan, maar tegenwoordig is het dan op afstandsbediening. Oh, fantastisch. En die kan afstandsbediening en lopen achter de machine, dus breed toegankelijk. Heeft u een succesvolle beurs? Is Walibi het terrein goed voor u? Want het is het eerste jaar dat u hier bent, neem ik aan. Oh, ja, de beurs is ook voor het nieuw. Oké. Okay. Voor het eerst. Okay. En ja, ik moet zeggen, er is zeer enthousiast publiek. Nou, mooi, mooi, mooi. Ten slotte eventjes de link ook naar ons bedrijf. Speelt social media, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn en dergelijke al een rol in uw marketingproces? Wij zijn actief op YouTube. Ja. Al in de tijd ontbreekt om dat door te zetten. Ja. Voor de rest, ook qua Facebook en dat soort zaken, hebben we dat nog niet. Nou, vanaf nu gaan we daar u echt mee helpen, ondersteunen en vrijblijvend gewoon wat tips geven. Mag ik u danken voor de gelegenheid. Graag gedaan. Heel veel succes te wensen. Okay. En ik zie u wel in het volgende videootje. Oké, okay, tot ziens.